Yo, kijkers van Online Games en van Hartelijk Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 21 Volta Divisions. Goed jongens, we gaan voor vandaag weer lekker verder waar wij vorige week waren gebleven. Dus dat komt wel helemaal goed. Perfect. Ja. We gaan proberen weer 10 wedstrijden te spelen vandaag. We hebben er al 13 gespeeld. 13, vorige week 10. En nu zijn we in één keer op 13. Kom omdat ik wat problemen had met de stream en zo. Dus niks werkte alles. Deed het gewoon niet. Dus hoe het komt, geen idee. Hopelijk gaat het nu wel beter. Dus laten we gewoon lekker de wedstrijd spelen. Speel solo. Dat moeten we dus ook gaan doen. Dit is klaar. We beginnen gewoon meteen. We moeten 700 punten. We hebben er al 75, ja. Als ik dat 3 heb gewonnen, 3 heb verloren. Maar helemaal niks deed het net. Niks. En toen lag het internet er weer heel even uit. Dus daar breng ik allemaal gedoe mee. Het duurt weer erg lang. Zoek en annuleren. Klaar. Nou. Maar als hij vrij snel. Dan heeft hij denk ik er moeite mee. Zoek iemand. Tegenstander zijn er gevonden. Nou. Hopelijk doet alles het wel. Dus, nou. Ja, nu doet hij het wel. Want net deed hij het helemaal niet, hè. Toen was alles letterlijk. Die kon niet passen, helemaal niks. Ze bleef gewoon ja, hangen alsof dat er iemand daar niet was. Oeps, zij zijn reet al snel. Oeh. Draaien en zitten. Lekker 2-0. Die zit er prachtig in. Oeh. Dat is niet handig wat je doet hoor. Dat is echt zo zwak en zo slecht. Ga staan. Blijven verdedigen. Keeper is ook niet echt geweldig hoor, die... Ja, ik keep wel goed, maar... Ja. Oké, het is wel een categorie moeilijker, dat moet je wel respecteren. Dat snap ik ook natuurlijk wel. Maar zij spelen gelukkig allemaal in het rood. Dat is zo fijn, hè? Om gewoon één kleur telkens verschillende kleuren. Dat is uiteraard niet fijn. Dat vind ik zelf gewoon sowieso niet fijner. Oh, we hebben hem nog.
pakken. Ja! Jongen, speel die bal dan fatsoenlijk! Spelen zo ja! Hoe moet ik het zeggen? Balverlies, veel balverlies! Je kijk hier, dit is balverlies, aan balverlies is goal, hè? 9 van de 10 keer wel. Of 7 van de 10 keer kan ook. En dan nog niet erin proppen, hè? Met je drieën staan ze daarvoor en tegen de keeper en dan nog niet erin krijgen. Dat is gewoon... ja. Ongelooflijk. Keeper ligt. Zo'n bal moet erin. En deze gaat er wel in. Lekker. Jij ook verdedigen. Wat is dit nou hier? Okay, weet je, we zitten al in maart. Dus de laatste maand is ingegaan. Dat ook. Maar we geven het op een hele makkelijke manier weg. Dit allemaal. Naar voren. Dan zitten we eigenlijk een beetje vast hier. Het is zo fijn om met twee doelpunten verschil voor te staan, maar met één, dat is zo irritant, hè? Maar we moeten proberen om op 3 te komen. Kijk hier. Goed gedaan, keeper. Zij is dan erg letterlijk. Ja, met z'n 3 tegen 3 tegen 0. De keeper staat er alleen voor. Ja, dan is het gewoon heel makkelijk omdat er gewoon daar niet verdedigd wordt. Ja, er staat wel iemand, maar die staat gewoon niks te doen. Ja, als je niet maar junior erin hebt. Tuurlijk, het is gelijk. Hoe kunnen wij zo slecht verdedigen? Je komt zo makkelijk op een voorsprong en zo kom je makkelijk op een achterstand. Dat waar we bang voor zijn, gebeurt letterlijk. Dat is gewoon niet te geloven. Want dit is de eerste nederlaag voor vandaag. Nou.
Dat was echt een hele slechte wedstrijd. Tweede helft was zo slecht, hè. Je maakt gewoon 4 doelpunten bij ons. In 3 minuten. Dat kan eigenlijk gewoon niet. En 6 tegengoals, dat is gewoon veel en veel te veel. Dat kan gewoon niet. Goed. We moeten nog 600 punten. Nou. Het is allemaal leuk, al die nederlagen. Ik krijg wel 25 punten, maar daar zit ik niet op te wachten eigenlijk. Ik wil gewoon volop gewoon winnen. Dan wordt het gewoon heel slecht verdedigd. Echt blabberend. Dramatisch. Ik noem er eens maar een ander woord voor. Maar goed. Ze zien er ook heel gevaarlijk uit. Oh, hij wacht puur totdat we een van ons kwamen. Je doet met ingooien en dat soort shit allemaal. Of intrap. Die is wel heel mooi. Kijk hier, dit had je makkelijk kunnen pakken. Dit is allemaal onnodig om er nog een corner van te maken ook nog. Komen. Naar achteraan of verdedigen. Goed gedaan, keeper. Ik vind die keeper ook niet echt geweldig hoor. Ja, wat is dit nou weer voor iets? Hij is nu binnen. Ja, ik moest zo. Rolt die hem zelf ook nog over de zijlijn. Nou, wel de voorsprong. Maar we moeten proberen om die te gaan vergroten. Hier, happa 1-3. Het is lekker om met 2 te staan. Maar als je een klein foutje maakt, dan is het zo lekker. Maar nu is het niet meer zo lekker. Ja. Kijk, hij valt inderdaad de paas en dan is het gewoon 3-3. Dat bedoel ik. Bal verliest hij. Hij heeft daar de paas en we staan achter. Zie je? Hoppa, bal verloren. Dus 5-3. Zie je? Daar wordt gewoon veel balverlies gedaan.
Hier. Oké, nu hebben we een beetje geluk gehad. Maar we staan nu. We stonden eerst voor met 2 doelpunten. Nu staan we achter met 2 doelpunten. Dus gewoon binnen een minuut hebben we 4 doelpunten gemaakt. Ongeveer. Als ze nog een keer scoren, stop ik hem. Ja, die verliezen we ook. Hoppa. Dan kunnen we gewoon beter hier aan mee stoppen. En anders gaat het gewoon weer helemaal fout. 6 is te veel. Dat is gewoon echt letterlijk gewoon veel te veel. Spelen gewoon de derde wedstrijd. In het begin verliezen we een aantal wedstrijden, halverwege nadat we een uur hebben gespeeld, winnen we een paar, 2-3, en daarna verliezen we weer. Ja, dan gaat weer ene kant verliezen, de ene kant winnen of gelijk. Zit ook wel eens tussen. Maar dit was weer dramatisch, hè. Nou, wij in het geel. Ze zijn ook al heel goed, zie ik. Kom op, dit moeten we gewoon winnen. Niet moeilijk gewoon doen. Niet moeilijk doen, maar gewoon die wedstrijd winnen. Dat is makkelijk gezegd dan gedaan, hè. Dit is goede bal. Kom maar, redding. Laat ze maar onder vuur. Ja, dit was zonde. Dit is stom van hem. Dit heeft hij zelf verkloot. Omdat hij niet goed de bal aanpakte. En dat daar een verdediger stond of een aanvaller. Balverlies 2-0 achter. Waarom spelen we zo slecht? Kom op. Hé, dat was eigenlijk onze bal. Hij raakte hem het laatste aan. Nu waren wij het. Dan komt de keeper ook nog eens ver uit. Is het weer balverlies? Nou, kom op, laat iets wat zien. Doe eens wat terug. Het is 2-2. Kan weer alle kanten op. Blijf erbij, overal erbij. Blijf jij mee verdedigen. Ja, met z'n drieën tegen de keeper, ja! En dan nog de keeper winnen. En dan staan wij nu voor. Hey, dat is lekker te beginnen. Dat is jammer.
Hoppa, hier, keeper geeft hem. Speelt hij toch goed, die keeper. Tot nu toe, hè. Waarom hier? Hier! Speel je gewoon zelf. Gaat dat? Dat gaat niet. Geen moeilijke dingen doen als het ook makkelijk kan. Dat doet hij helemaal zelf. En dan is het weer die verdediger die... ...paal tegenhoudt, maar toch weer doorgeeft aan de tegenpartij. Dus voor de tweede keer dat hij dat doet. Hij doet dat elke keer. Morks. Ja, levert ook weer in. Morks. Komt er nog iemand? Bij een gelijkspel kan ik wel vertekenen. Afmaken. En nu moeten we het gewoon helemaal af gaan ronden. Maak er nog dan met 2 goals verschil. Ja. Meteen doen. We staan wel voor, maar echt tevreden? Nee. Goed. Nu dat we echt voor gaan in die tweede helft, niet achteruit loopt te leunen. En wat gebeurt er? We doen wat we niet moeten doen. Goed gedaan. Pak hem dan aan, goed zo. En die tenminste ook wat. Maar dit doet hij weer zo slecht. En dit doet hij ook weer slecht. Ik pak hem gewoon niet aan. Ja, die keeper die laat hem ook gewoon los, hè. Die had de keeper ook makkelijk kunnen hebben. Maar hij denkt van, oh weet je wat. We gaan gewoon met deze wat geweer verliezen, denken ze. En we staan weer achter. Nou, naar voren. Goed gedaan. Het is 4-6. Let maar op. Weer 6 tegengoals. Maar het kan nog, hè? Jongens, speel die bal eens niet telkens niet tegen die tegenpartij aan. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, ik zag het maar even niet. Goed gedaan! Ja, kun je nou letterlijk helemaal niks? Eén paasje maar! De laatste pas, die gaat slecht! Of het was gewoon een goal geweest voor ons? Eén zo'n klote paasje. Maar te doen, hè? Ja, steken. Paas. Hè? Lang op moeten wachten. Dat was wel goed gedaan.
Ja, dan moet je van fluiten gewoon. Goed zo. Dat is ook, zo kun je ook scoren, hè? Als je, want het is 7-8. Keeper, je moet gewoon die bal pakken. Hoe lang hebben we nog? Seconden. Kom maar, keeper. Ga jij maar. Doe er geen inerf. Goed zo. Goed gedaan. Weer balverlies. Beste wedstrijd ooit. Up, snel weg ermee. Volgende wedstrijd, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Zo zie je dat we in de tweede even heel slecht hebben gespeeld. Zo slecht. Dat is gewoon niet te doen. 150 punten hebben we nou. Nou, 150 punten gepakt. En in nederlaag hebben. Want we hebben toch, ja, toch een 6 wedstrijd. Ja, nu 3. Nou. Hopelijk vandaag nu in ieder geval meer, want dit was echt dramatisch weer. Nu wel een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik zie dat die serie ook bijna voorbij is, hè. Nou. Kijk, staan we of zo al met 3-4-0 achter, dan stoppen we er gewoon meteen mee, ja. Mijn eerste kansen moeten meteen, bam, meteen goed zijn. Gelijk op, kijk hier, meteen drukken. En meteen het shot gaan zoeken. Kijk, dit is zonde, dit moeten we niet doen. Keeper heeft hem wel, maar die levert gewoon die bal weer in. Hou! Die keeper die moet beter die bal pakken. Want die staat daar maar. Ja. Voor Jan Lul eigenlijk. Nog niet erin. Krijg je letterlijk geen één bal erin. We beginnen weer hartstikke goed. Goed zo. Goed gedaan. Om niet te scoren. Dat is juist de bedoeling. Probeer om niet te scoren, jongens. Dan zijn we goed bezig. Haha.
hou hem allang tegen. De Malang moeten stoppen om tegen te houden. Maar blijkbaar weten we niet hoe dat moet. Hier, één balletje maar. Één klein balletje. Team Vap. Iemand er naartoe. Wow, hij mag gewoon scoren, dat mag hij gewoon. Controle is uitgegaan. Waarom? Oh. Die bal die gaan er gewoon niet in. Waarom gaan die ballen dan niet in? Ja, hou hem dan tegen, goed zo. Terug. En nog niet erin, hè? Hoe krijg je dat voor elkaar? Daar wordt ook goed verdedigd, jongens. We staan mooi, we staan achter, dat is ook de bedoeling. Vandaag alles verliezen. Dat is de bedoeling. Wat zijn we überhaupt hier aan het doen? Ik moet maar opstaan en gewoon echt helemaal veranderen. Ja, gaan we door. Terug. Dit was wel mooi. Nu beginnen we tenminste goed. Gelijk op een drop hier. Rennen. Hier doorheen. Jij. Dan jij. Nee. Allemaal terug. Haal maar uit. Goed zo. 4-3. Slopen. Afmaken. Alles afmaken. Iedereen die we tegenkomen pakken we. Jij. Pakken. Papa, zo, meer lager die man. Pak, voordoen. En dan schat van op, goed zo. Hup, erbij. Die is gevaarlijk. Zo doen we dat. Die moeten we meteen pakken. Waarom zo ver? Dat is, moet niet. 6-4. Dit moeten we winnen. Maar ik ben er weer bang voor. Dat gewoon in de laatste minuut gewoon weer helemaal fout gaat. Hier, allang afmaak. Je had hem allang moeten pakken. Maar nu mag hij gewoon lekker doorheen dribbelen. Als een mes door de verdediging van ons. Kijk, dit gaat ook gewoon doorheen gaan. Ja, waarom niet? Kijk of ik dat ook kan. Nee, hop, we worden meteen aangepakt. Zie je, we worden meteen aangepakt. Goed, we staan 6-7 achter. Dat is ook de bedoeling, hè. Daarom zullen we ook maar 2 doelen ervoor. Want dat ze er gewoon echt doorheen mogen komen. Dat mag gewoon allemaal vandaag. Ja,
Maar ze zijn gewoon echt heel sterk. Dat is gewoon niet te doen. Naar voren. Keeper, kom, dit moet gescoord worden. Hoppa, 7-7. Een punt dat verdien... Een gelijkspel dat verdien ik toch wel. Ja, we zullen heus wel vandaag gaan winnen. Maar welke wedstrijd dat wordt, geen idee. Ik ben bang niet in deze hoor. Weet maar nooit. Dat was wel de grote kans. 15 seconden nog. Dan moet het hier gaan gebeuren. 12 seconden. 12 seconden om het te verdedigen. Die paas meteen aanpakken. Zie je? Die komt meteen als een... Gaat het toch hier gebeuren dat we winnen? Toch hier gebeurt er alles aan gedaan om te winnen. We verdienen een punt eigenlijk, maar hebben meer gekregen dan dat we wilden. ...250 punten. Dat is beter dan verliezen. Ja, die was dus wel gevaarlijk. Pak maar. Aanvallen van 71 eruit, ja. Kijk eens, kijk, hoppa, pak die maar. Ja, pak die maar gewoon. Die is lekker snel. Management. Min 77. 89. Teamjes, dat is ook. Hij gaat vierde vanaf, maar hij is wel teamjes 9,95. Hij is wel lekker snel. Kijk. Javina moet altijd in de basisopstelling staan. Kies in een aantal. Oké. Okay. Dus ik kan mezelf niet. 73. Opstelling veranderen. Vierkant. 2. Is het handig om een vierkant? Nou, nee. De twee aanvallers. Zou beter zijn. Kijk, dan pakken we. Middenveld eruit. Aanvallen erin. Die is Team Geest 62. Is dat wel? Maar je hebt wel sterkere spelers. Dan ga ik het zo even doen. Dan gaan we die weer alles in het geel zetten. Dit is de verkeerde. Rust die uit, die heb ik nodig. Dat heb ik niet nodig. Toch echt die... Nee, wat is...
Wat, die andere had ik. Terug. Ja, zo ver terug hoef ik ook weer niet. Kijk je in stijl. Zo ver terug hoef ik ook weer niet. Team dat moet ik hebben. Verkeerde. Waarom druk ik altijd op de verkeerde aanpassen? Deze nodig. Terug. Nee, outfits. Outfits. Dit. Dit moet op geen. Verwijderen. Kan ik die niet op geen klikken? Geen, ja daar hebben ze. Klikken. Klik, kom. Waarom doe jij het niet? Ja? Onder. Maar die trui, die moet weg. Dan kan die nu wel en dat niet. Is goed zo. Nou. We hebben 250 punten. Langs die sneller dan mijzelf. We hebben bijna overal boven de 90. Behalve mijzelf. Dus dat kunnen we helemaal goed. We zijn ongeveer bijna 3 kwartier bezig. Dus dat is ook weer lekker, hè? Nou, als we deze nu ook winnen, hè? Want die gast die was erg snel. Die gruwelijke. Moest pakken, maar nu heb ik hem zelf in mijn eigen team. Dan staat hij ook nog in de basis. Kijk! Dit is Berlino! Kijk of hij langs. Dat is dus de grote man. Hop, aangepakt. 1-0, dat is ook de bedoeling. Doorgaan. Meteen drop knallen. Hij is lekker snel, dat voel ik nu al. Oh, dat zakt hij heel slim.
Hoppa. Weggekopt. En daar gaat hij over de lijn. Goed, als jij hem graag wil. Dat is allemaal zonde. Hey. De keeper die is ontzettend goed. Hij houdt ook alles tegen. Waarom heb ik niet zo'n keeper? Van boven de 90. Het is 2-0. Die is ook goed hoor. Mike Tyson, die is ook echt goed. Hou hem tegen. Hij is al lekker snel, hij is lekker snel. Hij scoort ook gewoon. Dat is een nieuwe man. Lengs heet hij. Een Duitse naam volgens mij. In die richting denk ik. Nou maakt er normaal nog een eentje. Nee, dat is jammer. Kijk, we staan nu wel eens voor met 3-0. Maar we moeten het niet opgeven. Dat is jammer. Voor een minuut. Dat is een pauze. Ah, stond dat. Dat is eigenlijk onze fout. Wat gaat hij doen? Hoppa, kijk, genoeg mannetjes voorin. Zou je zeggen. Dat had je af moeten maken. Dus ik kan mijn eigen zelf kan ik niet in, op de bank zetten dus. Seconden dus. Ah! Waarom de man die niet vrij staat? Oeh, dat. We staan maar 3-0 voor. We hebben de 0 gehouden in 3 minuten tijd. Dus dat is goed. 3 minuten nog. 3 minuten nog. Maar in ieder geval niet meer dan 2 tegengoals te krijgen. 3 minuten. Het is best lang, 3 minuten. Vooral hier. Kan er van alles gaan gebeuren. Dat hadden we gewoon moeten afmaken, omdat hij een foutje maakt. Oeh, dit is gevaarlijk. Naar achteren. En dan hij, hoppa, drop. Hoppa, dribbelen maar. Niet bang zijn, hoppa. Hij weet niet wat hij moet doen. Zij is ook wel goed. Jammer. Wat gaat hij doen? Wat wil je doen, jongen?
Ik ga je gewoon opvangen. Iemand moet erbij. Dat is één. Is die niet achter geweest? Je moet eigenlijk iets meer naar achter. Dat bedoel ik. Hier. We hadden eigenlijk moeten counteren. Geen gekke dingen, geen gekke fratsen, wat ik ook al zei. Nu moeten we toch wel een doelpunt gaan maken. Zet die vasthouden. Maken, 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 maken. Daarnet al vlak langs. Moet iets eerder bij haar zijn. Dan kunnen we het misschien gaan onderscheppen. Shit, Zambia. 56 seconden nog. Afronden. Waarom dan tegen? Lekker. 40. Please, maak een goal. Twee, vier. Dat voelt veel fijner, hij voelt vertrouwelijker met twee goals in de laatste halve minuut te staan. Want ik vind het zo fijn om hier te voetballen. Gewonnen met 4-2, weer 100 punten erbij. Dat geeft ons de helft, 350. Wel goed gespeeld eindelijk, ook goed verdedigd, dat werd tijd. Kan die goalkeeper niet pakken? Nee, weer niet. Dat is jammer. Die is ook wel een goede verdediger. Maar ik heb nu niemand nodig. Goed. Ja. Zes winst, twee gelijk, 10 verloren. Maar we gaan proberen om nu weer te winnen. We hebben 350 van de 700, dus dat is... De laatste 100 punten gaan altijd ook weer zo stroef aan de laatste 200. Hoppa, weer je, dat is lekker.
Nou. Allemaal in het blue. Oh. Kovic 19. Neem maar junior, ja tuurlijk. Ja, als mijn controle uitgaat. Die komen als een wolf hier aan. Oh, wacht, ze gaan ook veel naar voren, hè. Dus als wij dan straks hier de bal krijgen, dan moeten we meteen gaan. Maar we staan met 2-0 achter, dat is minder. We hebben geen kans gehad. Hoppa, gelijk erop. Zo, hij heeft ook een goede keeper hoor. Die gewoon alles tegen aan het houden gaat. Ja, kom op man. Binnen 2 minuten, binnen een minuut 3 tegels. Ja, 1 minuut en 2 seconden dan, hè. Maar die 2 seconden, dat boeit hem ook weer niet. Goed, we moeten proberen om nu geen tegels te krijgen, maar nu goals gaan maken. De 4-0 is het goed gedaan. Hij vraagt hier alsjeblieft. Ja, dat is gewoon een vrije trap voor ons. Dus hij loopt de duw aan te trekken. Hoppa. Langs weer. Hop, tegenhouden. Blijf erbij. Keeper. Counteren. Langs. Op de lap. Paal wat het ook is. Het is 3-2. We komen terug. En op. Langs weer. Ja, jammer. Ook zo'n ballen moeten er eigenlijk gewoon in. Hou hem voor je. Ja, die gaat eroverheen. Oeh, dit is gevaarlijk. Ja, ik geef ook alles. Het is 3-3. Hij is, daar word je toch gek van als je 3-0 voor staat dan dat je nu in één keer 3-3 staat. Ik word er helemaal gek van dan. Kom, nog de voorsprong. Dan ben ik heel blij. 3-0 achterstand, stingen we achter en nu 3-4 voor. Kijk. De verdediging gaat goed hoor. Tot nu toe. Nou, als we zo spelen in de laatste minuut. Dan ben ik heel en heel blij. Door doorgaan hoe wij echt zijn begonnen. En dat is juist lastig. Om gelijk te tegenaan te gaan. Gelijk drop, hoppa, drop. Jij, dat is jammer. Hou me tegen, goed zo.
echt in de volgorde, dat voel ik nu. Eentje daar, eentje daar, eentje daar. Keep even. Rollen. Er staat daar helemaal niemand voor. Ah, dat moeten we dus niet doen. Ja, ja, ja. Zit hij? Nee. Tuurlijk. Shit. Kijk, die knalt meteen. Je moet eigenlijk meteen weer wachten. We zijn met genoeg mensen achterin. Ik trek ook nog wat tijd. En niet allemaal meteen gelijk. Dit had hem moeten zijn. Iemand daar naartoe. Shit. Oh. Excuus, dat heb ik niet gezien. Oh, we moeten weer opnieuw beginnen. Ook die keeper die ja is goed. Vrij laten lopen. Ah, jongens. Shit. Ja, kom. Wat doe je nou weer? Kom maar. Naar hem. Dit had hem moeten zijn. Waar is die bal? Daar is die bal. Pakken. Waarom gaan ze dan nu niet in? We spelen goed. Dat wel. Een gelijkspel is goed. Dat was een overtreding. Niet allemaal tegelijk. Dan krijg je dit. Dat had ik dus niet moeten doen. Met z'n drieën daar gaan staan. In die muur. Dat doe ik altijd. Hè. Altijd een mannetje erbij. Dat moet ik eigenlijk afleren. Om dat niet te doen. Ja, en nu is het helemaal klaar. Een punt dat was verdiend. Maar we kregen minder dan dat we hadden verwacht. Maar als je zo bekijkt, die grote kansen die we niet hebben gepakt, niet daar gaan staan. En ik kan die niks. Dus wel, scoort gewoon. Nou weet ik het ook niet. Zeven-vier. Nou, geen schande. Maar 7, dat is weer te veel, hè. Dat is weer te veel. 25 punten maar. Maar we hadden wel meer verdiend. Maar als je zo die grote kansen ziet die we gemist hebben, dan snap ik het ook wel. Want het eerste half speelden we in de laatste minuut, speelden we gewoon goed. We speelden ook gewoon goed. Maar het is de laatste minuut dat we net weer weggaven. Dat is eigenlijk zonde.
375. Dan zal ik een stuk of echt 2 of 3 wedstrijden gaan winnen. We hebben er al 2 gewonnen. Maar nog 2 of 3 winnen, dat is lekker. Nou, als we nog een uurtje door kunnen gaan, dan zou het allemaal moeten lukken. We zijn toch al een uur bezig. Goed. Hopelijk winnen we deze nu wel. Doen we het even nog een keer. Ja, toch wel een uurtje. Goed, perfect. Officieel 19 wedstrijden al gespeeld. We zitten ook bijna op de helft. Nou, dit zie je. Oei, 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 ik zie het al. Oh, ze zijn al goed, dat zie ik nu al hoe ze spelen. Die is snel. Probeer te winnen hier. Goed zo. Appa, 1-0. En doorpakken. Goed zo. Dat is zonde. Dat mag nooit gebeuren, dit hier. Goed zo, kijk, dit is wat. Hey, dat is eigenlijk een overtreding, hè, vuilak. Ik wil die keeper passeren. Mijn las. Gewoon voor je. Zie je, dan zijn ze hem allemaal voorbij. Omdat we daar in het midden, dat hij niet goed pakte. En dan krijg je dit, hier dit. Ik kom niet aan het zien omdat hij mij vasthaakte. Normaal op het veld is het gewoon een dikke overtreding. Normaal. Te veel. Oh, boy, ja. De hoek die is ook. Waarom zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Het had gewoon een doelpunt uit moeten komen. Door het midden, dat is levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk hier. Staan achter. We spelen goed.
Maar ja, alles 2-2. Dan zijn we weer. Steefke. Waarom moet die bal altijd zo snel weg worden gespeeld? Eentje hier. Die heeft hem. Ik sta hier. Dat was wel slim gedaan. Kom maar dan. Dan moet je echt op het juiste moment doen, maar nu hebben we veel te weinig mensen daar weer voorin. Dat is ook weer een risico die je neemt. Shit, hey. 3-2 achter. Tweede helft moeten we knallen. Laten zien wat we waard zijn. Gewoon verdedigen. Niet daar. Hier, dit zijn ballen die je gewoon moet geven. Weer zo'n slechte bal. En als je dat altijd doet, dan komen juist die tegengoals. Weer een tegenstoot, zie je? Traf naar hoog. Hoe kunnen wij dat niet zien? Het is wel 4-3. Knakkerband drop. Zeker. Links, ja. Die keeper die komt zo ver. Stiften, dat lukt ook niet. Dat heb ik al een keer geprobeerd. En dan ga je het juist moeilijker maken. Ah, dat is zonde. Nou weet ik het wel, nou weet ik het wel. Nou pakken we hem. Hebbes. Dat is heel mooi gedaan. We moeten gewoon doorgaan. Dit moeten wij gewoon winnen. We moeten ons niet moeilijker maken. Kippen die lijkt dat had je gewoon moeten afmaken. Niet met z'n tweeën, dan krijgen we dit. Pakken. Dit is gewoon een bal weg doen. Nee, pakken. Maar je moet er echt volop op bam meteen pakken. Want anders lukt het niet. Kijk hier, balverlies. Je moet hem gelijk. Dan moeten we weer. Het gaat toch weer gelijk op hoor. Maar moet komen. Goed zo. Dat is ook slim. Dit is een wedstrijd waar ik misschien echt baal voor een stek als we die verliezen. Maar we kunnen nog gelijk.
Je hebt 19 seconden nog. 6-6. Pakken. Godverdomme. Gewoon voor je. Oh, ongelooflijk. Doorgaan, hè, bam. Door. Laat maar zitten, man. Echt. Dat mogen we nooit overkomen in die laatste 5 seconden goal tegen. Daar baal ik echt van. Die laatste 5 seconden. Zo slecht daar weer verdedigd, hè. Wat een recht op 50. We krijgen maar 25. Nee, 300 punten. Het is gewoon heel simpel. Je kunt het in 3 wedstrijden het gaan afronden als het moet. Maar dan moet je ze wel de 3 winnen. Die laatste 300 punten, die zijn zo moeilijk. Pubblico di Roma, accogliamo l'ingresso delle due squadre in campo. Ze zien er wel heel gevaarlijk uit. Ja, ze hadden ook gewoon een beetje geluk gehad, dan moet je ook. Wat is het? Muren. Ik heb gelijk erop. Jongens, kom. Oeh, ze zijn vrij snel. Ze zijn vrij agressief. Huppa, gelijk. Bam, drop. Wat is dit nou weer? Goed zo. Heel goed. Shit. Jezus. Die keeper is gewoon bang voor die bal. Die gaat naar achteren. Ja, dan krijg je gewoon een goal tegen als je bang bent voor de bal. Wat kom je dan überhaupt hier doen? Die keeper kan die afstandsschoot niet tegenhouden. Dat hebben ook veel keepers in de Eredivisie. Die hebben ook die bal gewoon niet van achteren kunnen, van afstand niet kunnen tegenhouden. Een beetje gas geven. Doe het niet mee? Tuurlijk, joh. Ik krijg weer zo'n slechte wedstrijd. Zat er niks? Jij staat jou wat te doen? Ja, half. Die seconden nog. We scoren niet. Of nu wel? Nope.
tweede helft is voor ons. Kom op. Even wat gas geven en scoren. Kijken wat die keeper, hoe we die het best kunnen verslaan. Ik heb wel veel wedstrijden verloren, maar ik heb nog nooit een wedstrijd verloren met 0 goals gemaakt. Een Volta. Shit, nou moeten we er 5 gaan maken. Ja, 4 dan. Er is nog wat val te halen. Maar dat valt eigenlijk niet. We krijgen die bal er gewoon niet in. Het zou me niks verbazen als dit de eerste wedstrijd is dat we 0. Nou, nu hebben wij een goal. Rollen, je had al lang die bal daar moeten gaan spelen. En niemand die staat bij staat. Dus je hebt even ook geen zin meer. Om die wedstrijd uit te spelen, ja, wat heeft dat voor zin? Kun je beter de wedstrijd annuleren? Heb je wat beter aan? Goed. Opnieuw. 450 was toch ervoor dat we verliezen? Ja. 21 wedstrijden gespeeld, 6 wins, 13 verloren, dat is veel, heel veel. Maar ik vond dat we vorige week ook echt niet echt goed speelden hoor. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. We zijn 1:20 bezig. Zijn we het gaat weer hier? Nou. 0-0 nu. Hier moeten we toch wel kunnen winnen. We hebben maar 2 wedstrijden gewonnen. Ik vind die keeper van ons ook niet echt heel goed. Oeh, ja. Jij wilt bal. Krijg je bal. Maar je doet er niks mee. Moeten counteren. Goed zo. Dan hebben we daar iemand voor, maar dan moeten we allemaal oplossen. Om gewoon hier de 1-0 van moet gemaakt worden. Zonde. Nou, begin alweer lekker. David Beckham. Waarom zijn die keepers allemaal zo goed en mijn eigen keeper zo slecht? Dat snap ik niet, hè? Kijk hier, dat
Hij komt meteen als een wolf weer aan. Hop, hij is er voorbij. Is hij daar ook voorbij? Ja, natuurlijk is hij daar voorbij. Afmaken, goed zo, 1-1. Steken. Afmaken, 2-1, goed zo. Doorgaan. Steekballetje. En afmaken. Goed zo, voor de derde keer dat gedaan. Tuurlijk, speel maar even zonder controller. Goed, ik ben er weer. Hé, joh. Keeper, waarom pak jij die bal telkens niet? Zo'n slechte keeper, echt. Wat heb jij toch voor een slechte keeper? Soms dan keept die wedstrijd heel goed. En soms... dan, ja, dan weet ik niet wat is de keeper aan het doen. Want die gaat zo snel dan naar de grond, hè. Hier, 2 doelpunten voor. En we staan bijna achter. Echt, ik ga de keeper dadelijk echt letterlijk eruit halen, want hoe jij staat, de keeper dramatisch. Want je kan gewoon niet keepen. Daarna hebben we ook veel tegenkomst, denk ik. Ik denk van wel. Ik denk het echt, ik ga de keeper er echt uit halen. Voor die speelt echt, wat een slechte keeper, man. Ik mag het niet zo zeggen, maar het is wel zo. Mooi geprobeerd. Ja, wat ga je doen? Kijk, nu kip je wel weer in één keer goed. Waarom knal ik ze er ook niet in? Mag eens bam 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 erin. En nu bam bam bam. Kom, hoppa. Afmaken, goed zo. 4-4, doorgaan. Die laatste 2 tegels, dat was gewoon onnodig, ja. Die gaat er niet in. Waarom gaat hij er niet in? Kom dan. Dan moet hij wel komen. Kan je nou echt geen 1 balletje nog tegen gaan houden? Hey, wordt hij bij ons? Die hoort bij ons. Voor staan wij nu. Doorgaan. Er staan er veel te veel man daar voorin. Omdat de keeper gewoon niet kan zien waar die is. Oké, nu ga ik het anders doen. Dan ga ik het zo doen. Niet met z'n drieën gaan staan. Die kan ook helemaal, dus even hier naartoe.
Ja goed, steken, steken, steken. Vijf, zes. Als we deze winnen... Hey, normaal is dat rood hoor. En ik vind, als je dat zo doet, dat je dan gewoon ook moet trekken. Blijkbaar kan je ook hier geen kaarten. Dat is soms ook wel eens kloot hoor. Want dit was echt gewoon dik rood. Dit moeten we afmaken. Maar we doen het zo moeilijk. ...42 seconden nog, kom op. Die rood is ook wel goed. Kijk, als iemand zo'n felle kleur heeft, dan let je erop. We doen het weer op een moeilijke manier. Nee, 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 nee! Die gaat al langs. Wat een... Oh, een niet zo'n beetje. Erbij. Oeh, goed verdedigd. Ah, het is 20 seconden nog op de klok. Maak er nog eentje. Eentje maken. Een gelijkspel, oké. Maar ik wil meer. En we verdienen ook meer. 13 seconden nog. Negen nog. Dat is ook goed, wat hij doet. Dan heeft hij nog maar 5. Jongen. 1 bal daar naartoe. Hier. Naar voren rammen. Dat is jammer. 7-7, 50 punten. Het had er weer gewoon 100 moeten zijn. Dat is zo irritant, hè. Het gebeurt gewoon weer. En het is niet de eerste keer vandaag. 475. We zitten bijna op de 500. En gewoon moeten we toch wel winnen. Dan zitten we op 575. Als we er nog 2 winnen... Dan kan het ding klaar zijn, hè? En dan, ja, eentje is dan voor spek en bonen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Als er 2 winnen, dan... is het heel mooi. Maar we spelen nu hier. Dit geeft vrij rust, vind ik. Je altijd, maar je weet het maar nooit, hè. We hebben de vorige keer goed gespeeld. Alleen hebben we gewoon weer 50 punten. We hebben minder gekregen dan dat we verdienden. Ga je nog wat doen? Goed zo. Geen kans gehad. Ze moet voor de doek komen. Er wordt nu wel tijd voor. Nee? Ja. Oké, de keeper gaat zo spelen.
Niet allemaal. Oh, ik had toch de keeper maar erin gezet. Van die... Ja, nou, ja. Laat maar zo staan. Aan de ene kant keept hij heel goed en dan keept hij weer zo slecht. Steken. Dat is jammer. Goed zo, steken. Rechts. Dat moeten zijn. Oh, dit is zonde. Dit is zo zuur. Maar de keeper die gaat. Pak hem. Dat had ik uit moeten spelen. Weer een grote kans gemist. Kom! Die had... Oh, wat een geklungel daar weer. 2-3 keer krijg hij die bal. En niet wegwerken. Nou, we hebben nog wel de tijd. Maar zij staan ook goed te verdedigen. Hier, wat zijn we aan het doen? Wegwerk, hoppa. Zo irritant om zo te spelen, echt. Ja, daar staat toch niemand van ons? Wel 2-2. We geven het heel makkelijk weg, hè? Keeper redt en dan staat daar niemand. En als de keeper ligt, dan is het gewoon een goal. Dat geven we zo makkelijk weg, dat is zo irritant. Dat is echt irritant. Nou ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Het is gebeurd, je kunt nooit terugdraaien. Hè? Zit hier helemaal vast, hè? Hoe krijg je dat niet voor elkaar? Iedereen, zoveel stonden er daar en er stond bijna niemand van hun. Maak af. Nog niet. Jongen, ja. En dan krijg je zoiets. Maak af, hè? Ik weet nog geen tegels te krijgen. Het is dat echt op de man. Hier, bam, op de man. Wat zij gaat doen? Pasen gewoon. Nog een keer proberen. Goed zo. Is ook goed, hè? Om naar tegenstander
te doen. Pak, ga dan naar die bal toe, keeper! Echt, wat ben je toch voor een keeper? Waarom gaat de keeper niet naar die bal? Ik probeer alle keepers, zoveel keepers gaan, hop bam! Maar deze keeper die blijft gewoon stokstijf staan. Hier gaat hij niet naartoe, hè? Die keeper gaat er niet naartoe, die blijft gewoon daar staan. Kijk, als hij daar naartoe gaat, was het beter geweest. Ja, hij zit hier eindelijk weer in. Maar we staan nog altijd achter. Omdat die keeper gewoon alles doorlaat. Ik ga dadelijk echt voor een andere keeper. Misschien beter. Jij weet wel, oké, is goed, hier heb je bal, maar je doet er niks mee. Ja, eindelijk. Ga je nog wat doen, keeper? Dat is ook goed, keeper. Bouw naar de tegenpartij. Dan vraag je om niet meer bij de selectie te zitten. Want je gaat er dadelijk uit. Steek? Jammer. Pff, 16 seconden nog, kom op. Alsjeblieft, maak er nog eentje. Steken! Rustig blijven. Maar die... Kijk, die keeper gaat tenminste wel volop ervoor. En dat doet onze keeper niet. Die blijft gewoon daar staan. Dat is irritant. De keeper gaat eruit. En dan meen ik. Echt een andere keeper, want jij... Die blijft gewoon, die gaat daar niet naartoe. En dat moet normaal wel gebeuren. Dan zijn die tegels allemaal niet gebeurd. Bel man, hij is goalkeeper 82. Ga jij er maar in. Goed, dan gaan we zo spelen. Een andere goalkeeper. Nope. Ja, we gaan sowieso de 2 uur sowieso volhouden. Nou, spelen we hier voor het eerst. Een andere keeper. Kijk of hij wel wat kan. En als hij nog slecht is, dan gaat hij er ook uit. We zijn allemaal net hier, dat is lekker. We weten met wie bij wie hoort. Say that.
hij het wel tegen? Kijk! Die heeft wel een redding gepakt, maar ja. Nou, dat kan altijd gebeuren. Die gaat er ook niet. Ja, je gaat er wel naartoe. Nee. Dat is ook een slechte keeper. Dan gaan we dadelijk weer terug wisselen. Ja, we zien nog wel even. Goed zo. Dan gaan we zeker verliezen. Zit hier iemand vast? Dat is mooi gedaan, 1-2. En dan staan wij eindelijk op het scorebord. Oh, Lex volgens mij. Nou, kijk wat die keeper doet. Die heeft hij gewoon te pakken hoor. Het is 2-2. Ja. Die blijft daar ook een beetje staan. Ik moet echt een betere keeper. Maar wie? Ik zit nog altijd. Kijk, die gaat gewoon wel naar voren. En hoe doet hij dat? Ja, zit niet. Oh, kijk, zo doe je dat met de Griekse ei. Oké. Dan weet ik dat. Met de Griekse ei, zag je dat? Dat gaan we dus ook doen. We moeten gewoon die andere even terugzetten. Als ze 1 op 1 zijn, dat is niemand van ons. Naar voren zetten. Het is gelijk. Dat moeten we wel. Zie je de keeper die kwam, die raad. Zie je? Hoppa! Zag je het? Kiepa! Niks aan de hand, man.
doorgaan. Hebben wij tenminste wat doelpunten gemaakt. Ja, dat is niet handig. Maar dan moeten wij zelf ook gaan staan en niet gaan koekeloeren. En 30 seconden nog, kom op. Die bal dan fatsoenlijker. Wat? Penalty, yes. We winnen. 2 seconden nog. Wat is 2 seconden? Dat is niks. Dan is bam en knallen. Het is afgelopen. We winnen. Penalty erin. Eindelijk weer winst. Dan ga je toch gewoon die andere keeper erin zetten. Honderd punten nog. 1 wedstrijdje winnen en het is klaar. Of kan ik die goalkeeper pakken? Nee. Waarom eigenlijk niet? Dan gaan we dat gewoon doen. Kijk, het geeft toch wel Bordi 89, dus die is toch wel wat beter. En dan doen we dat. Toen zijn we bijna 2 uurtjes. Nou, het is gewoon makkelijk 1 wedstrijd winnen en het is klaar. Of 2 wedstrijden. Of 3. Of 4. Maar het is moeilijk, ja, dat is het ook. Maar ja. Weet je, hebben we toch weer langer dan 2 uur. Dat is ook wel eens een keer mooi. Want een aantal weken geleden hadden we telkens 1 uur 3 kwartier, 1 uur 50 minuten. En nu is het ook wel eens lekker om langer dan 2 uurtjes te doen, hè. Dus dat loopt perfect. Prima goed? Ja, prima. Hier moet het gebeuren, jongens. De laatste wedstrijd. Misschien. Misschien ook niet. Daar ligt het net aan. Ah, dit zijn met muren. Er zijn wel wat lags. Dat was net daar ook al. Dit is wel niet echt handig. Om dan te gaan. Het is echt 1 op 1. Dan pas
gaan. Wat ga je doen? Die laatste speelt ook een rol. Kijk, nu kan die keeper gaan. Maar dan nog. Anders was hij er sowieso ook al in gegaan. Maar die laag die. Oh, ik kan hem niet krijgen. Wat Die laag die zijn heel irritant. Klein duwtje, ja. Nou! Shit. Die is ook al goed. Ja, dat was heel moeilijk. Het is 2-2, we hebben... De 2-0 achterstand weggewerkt. Die langs die is ook goed. Die scoort ook wel wat goaltjes. En hij ook. Dat is ja, lekker. Binnenkort is deze ook voorbij. Niemand komt, ja, hier is er eentje. Oh, dat is zonde. Nu al pauze. Ik weet nog niet, 3 minuten. En de show is weer... Dat is zonde, heel veel zonde. Naar voren, wat is dit nou weer voor iets? Ik weet niet hoor met deze keeper. Die houdt veel door. Vier, vijf. Nou, het kan, hè. Het kan dat we winnen.
We moeten die Griekse ei moeten we goed op het juiste moment doen. Kijk, nu heeft dat geen zin. Het is een goede bal. Het is 5-5. Achterstand weggewerkt. Dat is mooi. Maak hem af. Afmaken nu alles. Dit is waarschijnlijk de laatste wedstrijd. Is natuurlijk nog niet zeker, maar het is nog niet gespeeld, hè? We moeten proberen om het verschil op 2 te zetten. Ah, keeper. Wat ben je toch van? Wat ben je, man? Dat is gewoon echt weer de keeper. Die gewoon daar zo niks, niet veel zat te doen. Maak maar af! Kijk, dat doet hij tenminste wel weer goed. Daar zit aan met de kloten. Of geef maar nog een penalty in de laatste 2 seconden. Maak af! Kijk! Hij laat wel wat zien hoor, de keeper. Alsjeblieft. Schiet hem er gewoon in. Schiet hem erin! 7 seconden nog, 7 seconden nog! Ook goed. Je had er geen zin meer uit straks denk ik. En dan denk ik, oh, weet je wat, stop nou met die. Toch net die net twee uurtjes nog gestreamd, jongens. Heerlijk is dat. Ja, gewonnen. Goalkeeper kan ik niet pakken, nee natuurlijk. Waarom niet? Ja, in totaal 25 wedstrijden gespeeld, 8 wins, 3 gelijk, 14 verloren, dat is echt veel. Maar wil je dat doen, gewoon 800 punten, dat is gewoon echt mega veel, of 20 uur zit voorbij. Maar ik ga het in ieder geval hier zo belaten, jongens. Ja, volgende week zaterdag komt er uiteraard een nieuwe aflevering, maar komt er ook nog andere om 11 uur 's ochtends en om 8:30 gaan we nog streamen. 11 uur de normale, maar volgende week om 8:30, dus maar daarover jullie. In ieder geval, als je puur voor deze game kijkt, dan moet je gewoon volgende week zaterdag gewoon weer terug. Hier terug zijn, ja jongens? Ik ga het hier zo in ieder geval bij laten, dus ja, goed kijkers. Dan zien we elkaar gewoon weer volgende week zaterdag, dezelfde tijd, dezelfde game. Ja, goed kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot volgende week zaterdag om 2 uur dan maar weer, jongens. Mazzel!